mooiste baantje dat ik ooit in mijn leven gehad heb. Dat moet ik op gaan geven. Hij maakt dit zomerseizoen nog af en daarna stopt Hans de Zwart met zijn veerpontje. Omdat hij voor zijn zieke ouders en zus moet zorgen, is hij naar Groningen verhuisd. En dat is jammer genoeg niet te combineren met zijn boot. Natuurlijk doet dat zeer. Als je dingen in je leven hebt waar je altijd naar gezocht hebt en uiteindelijk gevonden hebt. En die moet je opgeven. Ja, dat doet erg zeer, dat klopt. Naar Moerdijk ga ik naartoe knul. Het bootje vaart in de zomer 5 dagen in de week over het Hollands Diep. Tussen Moerdijk en Strijensas in Zuid-Holland. En dat is voor Hans iedere keer weer genieten. Deze overtocht is nooit hetzelfde. Echt nooit hetzelfde. Je ziet iedere keer het water is anders. Dan is het bijna blauw gekleurd als het zonnetje er mooi op schijnt. Dan is het pikzwart voor een donderbui. Ja, daar hou ik van. De veerpont van Hans vaart niet altijd op tijd. Het gaat vooral om de gezelligheid en romantiek van het varen. Dan zijn er een paar fietsers die net wat later zijn. Die, ja, daar wacht ik op. En dan komen ze uiteindelijk toch nog met hetzelfde pontje mee, terwijl ze te laat zijn. In september vaart Hans voor het laatst uit. Hij hoopt dat hij de boot en bijbehorende stijgers dan verkocht heeft aan iemand met net zoveel liefde voor het vak als hij.